Aardappelpom, hoe bevrijdend was die? Ja, hij was heel bevrijdend. Alleen ik had al een goed gevoel deze wedstrijd. En die goal heeft het alleen maar bevestigd. En ja, dit was voor mij zeker wel een belangrijke goal. Ik zag de herhaling op tv terug. Ik zag je ook echt innerlijk genieten en denken, ik heb hem eindelijk. Ja, dat was ook eigenlijk precies wat ik dacht. En ik denk dat dit voor mij, zoals ik al zei, een hele belangrijke goal was. Dit hoofdstuk ook maar gauw afsluiten dan? Ja, en op naar de volgende. Het heeft wel te lang geduurd voor mijn gevoel. Ja, precies. Ik denk iedereen heeft gezien hoe hard ik werk. En elke keer net niet. En vandaag was het uiteindelijk wel. Wat ik dan niet begrijp, je wordt op een gegeven moment gelanceerd en dan geef je die bal aan Vicente. Ik dacht bij mezelf, schiet lekker zelf, man. Nee, want ik zag het, de opening niet om te schieten. Ik dacht van, hij dekt de lange hoek af. En in principe heeft de keeper alleen de korte hoek te dekken. En dan is het voor mij moeilijker om te scoren. En Vicente was er op volle snelheid. Dus ik denk, ik geef het aan hem en hij stond er beter voor. Uiteindelijk scoor jij uit een strafschop. Was er vooraf afgesproken dat jij die strafschop zou gaan nemen? Nee. Ik ben gewoon naar Danny gegaan en heb gezegd van laat mij deze nemen, want het gevoel is goed en ik denk dat dit mij kan helpen. Mooi gebaar ook van de ploeg om jou die strafschop te laten nemen. Ja, precies. Ik denk dat het niet alleen bij mij leefde, maar ook bij het hele team. En ik denk dat geeft ook aan wat voor ploeg dit is. En dat dit alleen maar goed is voor Ado Den Haag. Heb je het gevoel dat je nu over het dode punt heen bent voor wat betreft de doelpunten? Ja, dat denk ik wel. Dat moet nog blijken eigenlijk de komende wedstrijden. Maar ik voel het vertrouwen van de trainer. En hij zei het ook tegen mij, vandaag ga je scoren. En dat heb ik toch gedaan. Het lijkt me ook lekker dat een trainer vertrouwen in je blijft houden. Ja, precies. Hoe het went of keert, het is toch altijd lekker om een steun in je rug te hebben. Voor de winterstop nog een paar erin trappen en niemand praat meer over het scoregebrek van Raider Poupon. Dat denk ik ook.